Vandaag hebben wij voor jullie expertise virtual reality in het dagelijkse leven. Dit is dus wat iedereen op een dagelijkse basis of gewoon door de week meemaakt. Het zijn allemaal verschillende dingen door elkaar, dus let's get started. De allereerste is dat je bijvoorbeeld een hele drukke planning hebt, dus dan denk je dat je een hele volle dag hebt en dan uiteindelijk ga je helemaal niks doen, want iedereen heeft al gezegd of je plannen gaan niet door. Nummer 2 is dat je denkt dat je de hele dag gaat opblijven, dat je al plannen hebt gemaakt, dat je met iemand deed dat gaat facetimen of je bent al met vrienden en uiteindelijk zijn jullie gewoon rustig om 2 uur of misschien nog wel eerder gaan slapen. En nee, dat gebeurt niet altijd, maar soms is het echt zo van, oh shit, we zijn in slaap gevallen. Ja. De derde is bij het toets maken. Je denkt, oké, deze toets gaat makkelijk worden. Ik heb goed geleerd. Laten we hem proberen. Deze wordt goed. En dan uiteindelijk krijg je de toets terug en dan heb je een onvoldoende. Dit is niet altijd. Soms is het ook een wonder en dan wordt het omgedraaid. En dan denk je dat je slecht hebt gemaakt en dan heb je een 8. Dus ja. En wat je ook vaak kan hebben, dan krijg je de toets en denk je, oh, ik heb zo goed geleerd. En dan krijg je de eerste vraag en dan weet je de eerste vraag al niet. En dan denk je, oh. Ook een hele voorkomende is dat je op internet kleding gaat bestellen. En dan staat het op het model echt super leuk. En dan denk je van, wow, dat zou bij mij ook wel leuk staan. En dan krijg je het binnen en dan pas je het. En dan staat het niet serieus gewoon als een plastic zak. En dan moet je het gewoon weer helemaal gaan terugsturen en helemaal gedoe. En dat gebeurt echt vaak. En de allerlaatste heeft ook met kleding te maken. En dat is bijvoorbeeld als je 's avonds in bed ligt of gewoon aan een outfit denkt. En dan denk je, dit ga ik morgen aandoen. Ziet er vet leuk uit. En dan de volgende ochtend trek je het aan en dan zie je er echt gewoon niet uit. Je lijkt gewoon op een Oompa Loompa. Nou, dit waren dan alweer de dingen. Laat vooral even weten of jij een van deze herkent. Of je eigenlijk een nieuwe hebt die jij ook soms meemaakt. En we hopen dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!